De Horecava 2017. Achter mij de grote hal van de Amsterdam Rai. Hier gebeurt het allemaal. Innovatie op het gebied van eten, natuurlijk biologisch voedsel en natuurlijk cocktails. Welke cocktail gaat het bijvoorbeeld maken in 2017? Nou, tijd om op onderzoek uit te gaan. Kwart voor twee is het en ik denk dat het druk is op de A10 bij de afslag naar de Rai. Want de Horecava is vandaag begonnen. Dat is altijd heel druk dan in de Rai. En Julien die is er ook om voor ons iets heel naars te doen. En Jules, je gaat echt iets heel naars doen. Ja, dit is vreselijk werk, Patricia. Kan niet anders. Maar weet je, het hoort er ook bij. Moet maar, ik heb mezelf opgeofferd. Cocktails proeven. Nou, het kan inderdaad erger. Naast mij Niels van Hoorzen. Je bent barmanager bij The Taylor in Amsterdam. En vandaag sta je hier bij de stand van de Monnik. En wij gaan cocktails maken. Ja, klopt. Cocktails die het helemaal gaan worden in 2017. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat gaat een beetje de trend worden? Nou, we zijn nu bezig met een nieuw menu bij de Taylor. Daarin zullen cocktails met minder alcohol de hoofdrol gaan spelen. Met iets minder alcohol. Oké. Dat wordt hartstikke leuk. Er ligt hier ook al citroentje en een limoentje klaar natuurlijk. Alle cocktailgerij. Wat is dit bijvoorbeeld? Een cocktail strainer. Een strainer? Dat doe je op de shaker en dan blijft het ijs in de shaker zitten als je het uitschenkt. Hebben we die nodig? Ja, absoluut. Oh, oké. Ja. Nou, laten we maar eens beginnen. Waar beginnen we mee? Met limoncello wellicht? Met een limoncello. Fiorito. Een heel mooi Amsterdams product. Dat zou je niet zeggen. Normaal Italiaans natuurlijk. Inderdaad. Limoncello uit Amsterdam kan gewoon hier. Komt niet zomaar in me op. Nee, klopt. Nee, onze oma die komt uit Nederland. En die ging na de oorlog naar Sicilië toe. Daar werd ze verliefd op een Italiaan. Heel classy. En die moest mee naar Nederland. En daar komen wij uit voort. Eigenlijk het verhaal uit de film als ik het zo hoor. We gaan daar een drankje mee maken met tonic. En dan wat basilicum erin. En dus, basilicum in je cocktail, ja? Basilicum in je cocktail, ja zeker. En hij is dan ontzettend fris, neem ik aan. Want het is toch limoncello? Ja. Oké, giet maar bij elkaar, zou ik zeggen. Even kijken wat Niels allemaal gaat doen. Er wordt een glaasje gepakt. Even een mooi... Wat is dit voor glas? Dit is het gin and tonic glas. Oké, lekker groot. De standaard gin and tonic ingaat. Lekker veel ijs erbij ook gewoon. Die koelte heb je natuurlijk nodig straks als je aan het strand zit. Dan wordt er... Verse basilicum. Daar slaan we even op. Dan gaan waarom slaan we? De poriën van het blad gaan openstaan. Dan komt er meer smaak uit en meer geur. En elke cocktail gaat om geur, kleur, smaak en presentatie. Dus op het moment dat je zometeen een slok neemt, dan komt je neus ook dicht bij het basilicumblad. En dan ruik je het ook. En dan proef je ook wat je ruikt. Dit zijn de Italiaanse smaken bij elkaar. De limoncello in de ene hand, een cocktailmaatje natuurlijk. Hoeveel gaat er ongeveer in? Nou, gieten maar. 35 milliliter. Lekker gieten. Oh, dat mag ook wel meer hoor. Even kijken, wat gaat er nu bij? Er worden even flesjes gezocht. Oh, sorry. De koelkast gaat open achter. En dit is de tonic, hè? Ja, de 4x3 tonic gebruiken. Een hele mooie tonic op basis van echte quinine. Vroeger werden er altijd extracten voor gebruikt. En nu gebruiken ze de echte producten ervoor. Zoals ja, geen gezeik, gewoon echt tonic. Natuurlijk spul. Mooi. Oh, dit is een lekker grote bubbel, Niels. Daar hou ik wel van. Moeten we een rietje erbij, ja? Nee, een roertje. Is het nou waar dat als je door een rietje drinkt, dat je sneller dronken wordt? Nee. Dat is absoluut een mythe. Eén groot fabel. Uiteindelijk blijft alle alcohol die erin zit, blijft natuurlijk hetzelfde wat je lichaam ingaat. Dus, nee, dat heb ik helaas geen film. Maar je mag zelf kiezen of je een rietje gebruikt of dat je uit het glas drinkt. Ik drink gewoon uit het glas, jongen. Ik kan grotere slokken nemen. Even kijken. Eerst even dat... Ja, fris. Oh, Patricia, je zou het moeten ruiken, maar... Dit is zo ultiem verkoelend. Je moet je even voorstellen, de beurs hier is heel erg druk. Het staat helemaal vol met mensen. Ik heb dan ook nog eens een wintertrui aan. Het is ontzettend warm. En dan drink je even zo'n mooie tonic limoncello cocktail. En ja, dat doet hem dan wel hoor. Ik waan mezelf op het strand. Je pakt nu Prosecco erbij. Ik pak hem nu met Prosecco. Ik heb helaas geen fluts. Maar om je het verschil te laten proeven en de diverse mogelijkheden te laten zien die je dus met lagere alcoholdranken kan maken nu. Dat is dus helemaal de trend die het gaat worden. Hè? Minder alcohol is beter. Maak die Prosecco fles maar open. Een hoop mensen kennen natuurlijk de... Lekker. Bubbeltjes erbij. Natuurlijk de Aperol Spritz kennen we wel. Ja. Niels, we hebben niet heel veel tijd meer. Giet hem maar vol, denk ik. Prosecco erbij, inderdaad. En mag ik hem gewoon drinken? Of moet er nog iets mee gebeuren? Voor het laatste ding, heel even... Heel even roeren voor je. Een roertje, oké. En dan neem ik ook een slokje hiervan. Dit is dus de limoncello met Prosecco. Hij bruist lekker. Ja, we zouden zo de reclame in kunnen gaan, Niels. Ja, heel mooi. Laten we dat maar doen. Julia heeft een rotdag vandaag op de Horecava.